Lees mij. Lees mij. Prachtig weer hier op de eerste dag van de zwembadpas. Honderden toeschouwers hebben zich verzameld hier in Amsterdam aan de voet van de Westertoren. En ook het aantal deelnemers aan de wedstrijd is onverwacht gigantisch. Tussen de aanmeldingen jong en oud, mannen en vrouwen. Maar waar gaat het dan toch eigenlijk om bij die zwembadpas? Je moet goede stijl hebben. Ja. En snel zijn. En snel zijn, ja. Ze letten vooral op de stijl. Deze man maakt een hele goede kans. Werkelijk een fantastische stijl. Kijk hem zwaaien. En deze deelnemers gaat het meer om snelheid. En dat wordt de stijl wel eens vergeten. Nou, wat gaat dat hard. Ja, die bochten zijn soms moeilijk. Sommige deelnemers hebben het wel erg warm gekregen. Zo, kijk nou, Matthijs van Nieuwkerk en Frits Barend door de bocht. Zo'n 80 jaar na het verschijnen van het boek Kees de Jonge is het gedachtegoed van deze kleine Amsterdammer nog springlevend. Al die mensen die hier laten zien wat de zwembadpas voor hen betekent. En dat allemaal door dat ene boek van Theo Thijssen. Dat boek dat op zoveel mensen zo'n indruk heeft gemaakt. Omdat het zo goed laat zien hoe het was om kind te zijn. Iedereen herkent zich in die jongen, die gewone jongen. Die zo graag bijzonder wilde zijn, die gezien wilde worden. Die jongen, die Kees de Jonge.